deze video bespreek ik de beste hints en theorieën naar de mol van aflevering 1 tot en met 3. Hey alle, ik ben Tim en dit is een extra video om de afgelopen 3 afleveringen even op zoek te gaan naar de mol. We lopen per aflevering even de beste hints en theorieën af. En dan beginnen we met aflevering 1. Aflevering 1, een handje helpen. Het eerste wat we zien in de aflevering is de waarzegster die versneld afgespeeld een kaart omdraait. Dit is de paraplu tarotkaart van Tooske. Heeft de waarzegster een handje geholpen door de toekomst al te bepalen door Tooske aan te duiden? Kees zegt als hij binnenkomt op het feest, dit is de mol. Bedoelt hij zichzelf hiermee van, dit is de mol? Bij alle kandidaten is er naast de waarzegster een bol te zien met daarin wat het lijkt een blauw oog. De enige 3 kandidaten nog die blauwe ogen hebben zijn Fons, Kees en Rian. Fons vraagt aan een hoop mensen Topo, Topo, oftewel Mol, Mol. Het had namelijk Topito moeten zijn. Is Fons ons hier iets duidelijk aan het maken? Verder is er in opdracht 1 een shot te zien met daarop Happy Birthday ballonnen. Anna is jarig op 6 januari, de dag waarop wij de aflevering zien. Van de dag van de mol. Als Anna aan het zoeken is naar haar symbool zien we wat het lijkt, een montagefoutje. Hierin is Rian ook aan het zoeken naar een symbool. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. In aflevering 1 zijn er daarnaast meerdere symbolen die erop duiden dat een vrouw de mol is. Zo is er een beeld te zien met een vrouw erop, de tarotkaart van de waarzegster waar een vrouw op staat, een schilderij met de code waar een vrouw op staat en de schilderijen van Frida Kahlo. In opdracht 3 is Kees erg op zoek naar zijn leesbril, een gelijke actie van Mol René uit seizoen 2021. Babs wil geen geld uitgeven om meer schilderijen bij te kopen en Rian gaat hierin mee. Hierdoor wordt de opdracht veel moeilijker en verdienen ze uiteindelijk niet veel. Voordat we verder gaan met de beste hints van aflevering 2, wil ik jullie vragen om even te abonneren. Want bij de 2500 abonnees geef ik namelijk deze groene vrijstelling weg aan één van jullie. Dus als je hier kans op wil maken, abonneer dan zeker hieronder. Aflevering 2, afgelopen. Fons, Jeroen, Kees, Rosario en Tooske liepen hun voeten eraf, oftewel ze gingen snel rennen. Maar sterker is dat de podcast leek te stoppen en daarna weer verder ging en dan vervolgens weer leek te stoppen. En dit was door de invloed van het andere groepje. De microfoon bij Anna werkte ineens niet. Goeie molactie naar Anna en ze heeft immers gelijk de sleutelpositie. Kees probeerde daarna echter de microfoon niet eens meer te gebruiken. En vervolgens als Jeroen aan het rennen is, zien we in beeld het woordje mol ernaast. Uitzitten, de titel van opdracht 2. Moet de mol hier dus in het groepje van Rian, Jeroen en Kees zitten? Lekker uitzitten. Jeroen wilde graag opstaan en pushte daarop. De handlezer lijkt dingen over de mol te zeggen, als je het in een negatieve vorm benadert. Rian wil graag een lekkere manicure en staat ineens random op van der stoel om naar buiten te kijken. Hierdoor ging de podcast bij het andere groepje uit. Rosario weet maar 1 vraag en de 3 anderen niet. Maar later in de biecht van Jip horen we dat Rosario beweert te hebben gezegd dat hij 3 vragen goed heeft beantwoord. Wil jij nog meer hints en theorieën? Dan kan je mij zeker volgen op Instagram, waar ik dagelijks nieuwe hints en theorieën post. En ga ik elke zaterdagavond voor de aflevering en na de aflevering live de afleveringen bespreken. Zie ik jou daar? Aflevering 3, Vragenvuur. Jeroen en Anna stellen vragen aan de lokale bevolking over de worstelaars. En Jeroen tekent in dit shot een letter M van Mol. Vervolgens tekent Anna een vulkaan en dat kan letterlijk leiden naar vragenvuur. De kandidaten denken in eerste instantie dat ze de muzikanten goed moeten onthouden, terwijl ze vragen krijgen over de nummers. Fons had het hierbij over de kleding en Tooske ineens over de gezichtsbeharing. Zijn het onwetende kandidaten of probeert de mol hier een beetje verwarring te veroorzaken? Jeroen gaf daarnaast veel goede antwoorden in opdracht 1, maar speelt wel geld uit de pot omdat hij steeds zegt we doen nog een liedje, we doen nog een liedje. En zo raakte hij natuurlijk niet verdacht. Ook ging het bij het derde nummer nog even goed fout. Kees verzon het woord verstotene en Jeroen ging er mega snel in mee. Maar deze was uiteindelijk fout.
De opdrachttitel Stad en Land aflopen kan slaan op Fons en Tooske, die letterlijk stad en land aflopen op weg naar het goede kruispunt. Tooske en Fons zijn namelijk lang onderweg naar het kruispunt waar ze moeten zijn. Verder is Rian in deze opdracht vrij weinig in beeld, misschien omdat ze aan het mollen was? En laat Rosario de kaart achter bij Rian en weet daardoor de weg niet meer? Rian maakt in opdracht 3 wel erg vreemde selfies en ook nog eens met Tooske erop. Rosario stuurt voor de rest meerdere worstelaars door op één foto en Kees die zegt daar wat van. Kees is hier anti-mols, terwijl Rosario dat juist niet is. Maar als we verder gaan kijken, dan zien we dat op Kees zijn foto's er ook meerdere worstelaars staan. Goed, tot zover een kleine samenvatting van wat hints. Het zijn ze natuurlijk niet allemaal, maar wel een groot gedeelte. En dan heb ik nu nog wat opmerkelijke gebeurtenissen naast de afleveringen. Allereerst, de appfout waarin Kees ineens 100% verdachte was. Blijft Kees tot het einde in de app en is hij daarom 100% verdacht? Ik twijfel je over, want ik vind het niet per se het sterkste van het sterkste. Daarnaast de eliminatie. Rian zit namelijk al 3 afleveringen op rij op dezelfde kleurstoel als de afvaller. Hier zie je aflevering 1. Hier zie je aflevering 2. En tot slot aflevering 3. Erg verdacht dus. En dan tot slot heeft Fons bij de eliminatie al 3 afleveringen lang zijn scherm niet gezien. Is in ieder geval handig om in de gaten te blijven houden. Dan wil ik jullie voor nu weer bedanken voor het kijken naar deze video. Laat iedereen die je kent natuurlijk abonneren om op de 2500 abonnees te komen. Zodat je deze vrijstelling kan winnen. En aanstaande vrijdag om 8 uur is er ook weer een video te zien. En die gaat natuurlijk over aflevering 3. Dan voor nu zeg ik nog alleen maar... Laters.